Ja, Jan Niebeek, trainer van Top. Ja, natuurlijk een glimlach van oor tot oor. Ja. Maar had je dit nog verwacht? Nou ja, kijk, je weet, eigenlijk speelden we de eerste helft helemaal niet zo goed en we stonden er maar 4 achter. Dat is eigenlijk wat ik gezegd heb in de rust ook. Van jongens, ja, we spelen eigenlijk slecht en we staan er maar 4 achter. Dus niks aan de hand, gewoon rustig blijven bouwen aan de voorsprong. En de ploeg was ook heel overtuigd daarvan, dus dat is ook fijn. Even dingen aanscherpen, betere rebound, beter verdedigen. Ja, maar dat kan je makkelijk zeggen, moet ja. Even uitgevoerd worden. Nee, klopt. Voor 13.000 mensen. Klopt, en je zag ook wel dat PKC een beetje chokte, denk ik. Die op een gegeven moment scoren die helemaal niet meer. Dus ja, dat helpt natuurlijk. Dan groeit het vertrouwen en dan kom je terug in de partij. Wat was dat kantelmoment in die tweede helft, denk jij? Is dat die enorme start met Celeste Split? Nee, ik dacht dat er gewoon steeds meer druk... We bouwden steeds meer druk op PKC en dan voelen zij ons komen. En, dus ik denk dat het echt een geleidelijk proces was. Waar wij ze steeds verder in de hoek drukten, waardoor ze niet meer weg konden. En dat Rianne Echte, die vandaag afscheid neemt, dan de beslissende maakt. Ja, geweldig, hè? Dat zijn de scenario's, hè? Dat zij zo'n afscheidscadeau krijgt, dat is geweldig. En dat ze ons daarin meeneemt, dat is nog mooier. Ik vroeg het net aan Daniel Harmsen, is dit nou eigenlijk terecht? Toen zei hij nee. Nou, dat weet ik niet. Terecht, ja. Dit zijn de wedstrijden waar je op moet staan. En we hebben veel finales al tegen PKC gespeeld en verreweg de meeste gewonnen. Dus volgens mij ligt het daaraan. PKC was dit jaar toch de beste korfbalploeg van Nederland? Ja, klopt. Tijdens de competitie was dat zo. En vandaag niet. Hoe ga je dit nou vieren? Ja, dat is gekkenhuis in Sassenheim. We gaan zo meteen met de bus terug naar de dopingcontroles. Gaan we terug naar Sassenheim. En dan, de vorige keer stonden er 1500 man bij ons op het veld. Dus dat was echt complete chaos. En dat gaat tot morgen vroeg duren. Dit is mooi. Wat nieuw was Ziggo Dome. Hoe is jou dat bevallen? Geweldig. Geweldige ambiance. Mooi dat het publiek eigenlijk op het veld zit. En dat je heel direct die atmosfeer voelt van het publiek. En ik denk alles is goed voor elkaar in deze hal. Dus wat mij betreft wel voor herhaling vatbaar. Gefeliciteerd. Dankjewel.